Zo, nee, die kan wel. Ja, die kan perfect daar, ja. Net zo. Omdat we twee ingangen. Ja, maar als we dat een beetje zo aan de zijkant doen. Zo. Hoi, ik ben Lisa. Ik ben eindredacteur bij Psychologie Magazine. En als ik aan het werk ben, zoals vandaag thuis, dan zit ik bijna de hele dag achter mijn computer. Daarom ga ik vandaag iets doen. Ik heb daarvoor een opdracht gekregen. Die luidt als volgt. Doe iets in de natuur waar je direct het resultaat van ziet. Zoals een schelpenketting rijgen, brandnetelsoep maken of een vuurtje stoken. Ik heb besloten dat ik een hut ga bouwen. Ik heb dat nog nooit gedaan. Ik heb alleen maar hutten van lakens gebouwd met knijpers samen met de kinderen in de tuin. Dus ik ben benieuwd of ik ook een echte hut kan maken en of die niet bovenop me stort zodra ik erin kruip. Maar waar bouw je zoiets? Hier in mijn kleine tuintje is daarvoor niet echt veel plek. Bovendien wil ik lekker de hele dag door het bos lopen en buiten zijn. Nou, gelukkig zijn er een heleboel speelplekken in Nederland waar dat perfect kan. En hier in de buurt, op een half uurtje fietsen, zit een apenbos. Nou, waar bouw je nou beter een hut dan in een apenbos? Gelukkig hoef ik het niet alleen te doen. Dit is mijn hulpje vandaag. Waar eigenlijk deze opdracht? Nou, in ons dagelijks leven zijn we vooral bezig met dingen waarvan we pas na een hele tijd het resultaat zien. Je moet lang studeren voordat je je diploma krijgt. Je moet een hele maand werken voordat je je salaris ontvangt. En zelf werk ik aan een tijdschrift dat pas na een hele tijd in de winkel ligt. Vooral veel plannen en vooruitdenken dus. Toen wij mensen nog dichter bij de natuur woonden, zagen we veel sneller effect van de dingen waar we mee bezig waren. En dan kun je ook meteen bijsturen. Want als het eten op is op de plek waar je woont, dan verhuis je. En als het hout voor je vuurtje nat is, dan zoek je nieuwe. En volgens deskundigen is het goed voor mensen als we regelmatig bevestiging krijgen dat we op de goede weg zitten. Dat voelt goed. Nou, hier komt onze hut, dus we gaan nu takken zoeken. Alleen op de grond, want we willen geen ruzie met de boswachter. Nou, aan de slag. Ja. Een beetje padvinder vlecht natuurlijk zijn eigen touw, maar ik heb dit maar even uit de schuur meegenomen. Nee, die kan wel. Ja, die kan perfect daar, ja. Net zo. Omdat we twee ingangen. Ja, maar als we dat een beetje zo aan de zijkant doen. Zo. Zo. Oh ja. Dit is de ingang. Ja, het zit er toch in. Kijk. Wil je die twee... Oh ja. Twee finales. Thank you.
is klaar. Ik krijg nog heel even bijna perfectionistische neigingen. Want hij lijkt me nog niet echt waterdicht. Maar het is goed zo. Ik ben eigenlijk wel heel happy ermee. Het is een supergezellige, heerlijk knusse hut. Vond jij het leuk om dit te doen, Janne? Ja? Nog een keer doen? Ja? Ik ben kapot. Ik ook. Heb je nog een leuk idee wat we de volgende keer kunnen gaan doen? Laat dan even een reactie achter. En vond je deze video leuk? Like hem dan en abonneer je op ons YouTube-kanaal. Thank you.